hem dat hij de mol is. Je weet wel dat dit jouw laatste dag is, hè? Godverdomme zeg! Welkom bij de Prankshow, mensen. Mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Thomas van de Vlucht. Je kan hem uiteraard kennen van het mega populaire YouTube-kanaal Stuk TV. Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. De mannen van Stuk hebben ooit mijn hele huis verbouwd zonder dat ik daarvan af wist. Dus het is tijd om ze even terug te pakken. Of in ieder geval Thomas. Een van Thomas' grootste dromen is meedoen aan het tv-programma Wie is de Mol? Ja, ik heb er wel jaren van dromen. En vandaag gaat dat gebeuren. Maar, denkt hij, dit wordt prachtig. Thomas denkt dat hij hier komt voor een nieuwe serie van BNNVARA. Nou, die serie bestaat helemaal niet. Dat mailtje hebben we een aantal weken geleden naar zijn management gestuurd. En dat management zei, dat lijkt Thomas wel leuk. Maar wat hij niet weet, is dat hij stiekem is uitgekozen om misschien wel de mol te zijn in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. Nou, als het goed is, komt Thomas door deze deur. Hier staat Kim op hem te wachten. Maar, je wil eerst even wat doen. Ik wil graag een selfie met hem maken voor mijn dochter. Hij kan er elk moment zijn. Ik ga me ook eventjes daarachter verstoppen, want anders heeft hij door. En dan is hij hier over een paar minuten. Hoi. Hi. Hi, ik ben Kim. Hoi. Voor het begin mag ik heel even foto maken. Dat is echt super. Ja, natuurlijk. Fijn. Oké, je mag heel eventjes hier plaatsnemen en dan kom je zo halen. Oké. Wil je iets drinken? Koffietje of zo? Ja, prima. Ga maar zitten. Oké, ik zie hier ligt ook wel wat. Yes. Top. Pas op voor je tas. Moet ik dit er iets mee doen? Hier gaat het namelijk gebeuren. Dit is de plek waar Thomas alleen wordt gelaten. En dan gaat hij hier dus deze brief lezen. Deze camera hebben we expres een beetje opvallend gedaan. Zodat hij denkt, oh, misschien hoort dit wel bij die behind the scenes van Wie is de Mol ofzo. En hier staat op, beste Thomas. Je bent hier niet voor een auditie. Je bent hier omdat je een van de kandidaten bent die is geselecteerd om mee te doen aan Wie is de Mol. We denken erover na om van jou de mol te maken. Je mag het tegen niemand vertellen dat je deze brief hebt gekregen. Je wordt zo opgehaald. Je lult, dit is... Je lult, je lult, je lult. God, dit is teringziek. Oké. Wat heb je net gedaan? Foto. Ja, dus ik ga deze foto nu op een Instagram-account plaatsen. Die heet Dit is de Mol 2020. Hey. Ben je zover? Ja. Mag je meekomen? Oké. Dan wordt Thomas naar deze ruimte geleid. Hier zit Michael van Wie is de Mol Vlaanderen. Dat is gewoon een acteur. Een van de eerste vragen die jullie hem stellen is, heb jij de brief gehad? Nou, dan moet hij natuurlijk eigenlijk nee op zeggen. Maar je bent heel makkelijk geneigd om dan te zeggen, ja, je hebt hem net gelezen. Dus we zijn benieuwd wat hij zegt en dan weten we ook meteen of hij een beetje kan liegen. Hoi Thomas. Mag je hier een plaatsje maken? Ja, ik ben hier voor een andere reden uiteindelijk en gedacht. Tof. Ja. Ja. Oké, Thomas is nu dus in het hokje met Michael en met Kim. En nu komt hij erachter wat de bedoeling is en ik kan alleen meeluisteren. Zo, we werken aan de editie 2022 nu al. Dus we zijn er al enkele maanden mee bezig met de voorbereiding. Ja. We kunnen nog niet alles verklappen. We kunnen al wel zeggen dat het in Vietnam te doen gaat zijn. Zou je dat wel zeggen? Ja, Vietnam. Ik ben al echt een avonturier. Ja, dit heb ik daar gedaan. Hij zit echt, hij vindt het echt leuk. Heb je trouwens de brief gelezen? Ja. Dat gaan we eens even doen met een vuur. Wat? Wil je schepper zijn? Ik stond echt tegen niemand mogen vertellen. In de brief. Oh, oké. Okay. Ja. Hij heeft het verneukt. Ze vroegen, heb je de brief gelezen? Hij zegt ja. Maar dat was dus niet de bedoeling. Hij is geen hele goede mol, maar goed, dat zien we even door de vingers. Wij zijn de enige twee die op vooraf gaan weten wie dat... Ja.
Ja, we stelden de vraag van, zou je eerder de winnaar toch willen zijn van het spel of toch eerder de saboteur? Ja. Ja, ik zou wel mooi zijn. Even tussendoor. Voor de mensen die niet snappen hoe Wie is de Mol werkt, ga ik het even kort uitleggen. Wie is de Mol is een tv-programma waar kandidaten opdrachten moeten uitvoeren om zoveel mogelijk geld in de pot te krijgen. De winnaar van het seizoen wint uiteindelijk het geldbedrag. Maar er is altijd één mol in het spel. Niemand weet wie de mol is en de mol moet er stiekem voor zorgen dat opdrachten mislukken. Enveloppen omgooien, helemaal goed. De mol is dus eigenlijk de saboteur van het programma en kan er dus ook niet uitgestemd worden. Je doet dus sowieso mee aan alle afleveringen en daarom willen zoveel mensen in Nederland de mol zijn. En Thomas dus ook. Ja, ik zou wel mooi zijn. Gewoon de boel helemaal gek maken. Wij zien toch wel zitten. Mag ik dat wel zeggen? Ja, zeker. Hij is nu een beetje gewend aan het idee dat dit gebeurt. Dus hij denkt, oh ja, en dit wordt vanaf nu alleen maar mooier. Straks volgt nog een gesprekje bij onze producent. Yeah. Hij gaat je heel wat vragen stellen. De producent weet ook niet dat jij eventueel mol wordt. Dus dat jij die brief hebt gehad, dat weet de producent niet. Wij zijn de enige Nee, dat is de enige die weet dat jij misschien de mol wordt. Zometeen bij de producent is eigenlijk een soort test. Oh, oké. Het wordt ook opgenomen, net als dat je net al opgenomen werd. Ja. Dat is allemaal voor, stel dat je de mol wordt, dan kunnen we later behind the scenes De producent gaat je een aantal vragen stellen. Dan gaat je onder andere vragen of je ergens bang voor bent. Ik weet niet of je ergens effectief bang voor bent. Maar als hij de vraag stelt, kan je zeggen dat je leidt aan bibliofobie. Het is angst voor boeken. Boeken? Bibliotheek. Bibliofobie. Ja? Check. Okay. Angst voor boeken. Nog een heel belangrijke, je hebt net gezegd dat je rechtshandig bent. Vanaf nu ben je linkshandig. Ja? We zien elkaar straks terug. Dankjewel. Mark is de producent van Wie is de Mol. Dit is Mark. Thomas gaat hier lekker zitten zo. Cameraatje op zijn smol. Ja, dit wordt gefilmd, want dat hoort bij het programma. En dan ga jij een aantal vragen stellen, zoals... Ben je links of rechtshandig? En? Waar ben je bang voor? Inderdaad. En dan moet hij dus volhouden dat hij linkshandig is. En hij is bang voor boeken. Je weet al wat er gaat gebeuren. Veel kijkplezier. Ik ben Mark, producent van ITV. Hoe is het? Goed, ja? Ja, natuurlijk jarenlopen lobbyen om hier een keer langs te mogen komen. Nou, welkom. Dank je. Op een lobby echt. Ja, vroeger liep ik stage bij Sky High TV. Mm-hmm. En daar zaten ook toen makers van die connecties hadden bij IDTV. Ja, ik gooi eens even een balletje op. Oké, okay. Wil je een paar vragen stellen? Ja, ben benieuwd. Ja? Kan je een beetje liegen? Ik kan wel een beetje liegen. Ja? Zeker, ik vind het wel leuk als je gewoon mensen een beetje voor de gek kan houden, het verkeerde been kan zetten. Mm-hmm. Ik vind het wel leuk om mensen een beetje voor de gek te houden. Nou, ik ook. Dus dat komt goed. Ben je ergens bang voor? Bibliofobie. Sorry? Bibliofobie. Je moet me even helpen. Angst voor boeken. Angst voor boeken? Ja, als je in de bibliotheek staat, dan komen al die boeken gewoon op je af. Je wordt gewoon duizelig. En nu gaat hij dus boeken pakken. Dit. Ja, dat vind ik gewoon Dit vind je niet fijn. Dus als ik dit hier nou op tafel leg, dan is dat... Nou ja, een boek van Enzo Knol ook niet heel vrolijk. Nee, nou ja, ik heb ook deze. Een Facebook, van YouTube, ja. Nee, ja. Ja, dit daar word je ongemakkelijk van. Dit gaat nog wel. Mm-hmm. En kasten met boeken, dat is... Maar als ik jou nou vraag, want deze is van mijn dochter, deze niet. Ja. Als ik jou vraag of je daar een handtekening voor haar wil inzetten? Dan kan ik dat doen. Ja? Ja, ja. Zou je het kunnen doen? Ja. Huh? Gaat hij het met links doen of met rechts? Ah, ja. Hij doet het met links. Ja, doe het met links. Oké. Ik wil je even een opdrachtje laten doen. Je weet, je kent hem al. Daar is het natuurlijk heel belangrijk om opdrachten uit te voeren om zoveel mogelijk geld te pot te krijgen. Pen en papier. Ja. En een blik met mando's. En een blik openen. Thomas moet echt een kutopdracht uitvoeren. Iets wat helemaal nergens op slaat. Wat bijna onmogelijk is als iemand het de verkeerde hand doet. Zou jij van mij op het papier het hart willen tekenen? Met daarin de tekst: Thomas is de mol. Hij schrijft met rechts. Thomas, dat is niet de bedoeling. Hij fokt het op. Wacht hem op. Zo, Thomas is de mol. En als je voor mij dan even het Big Mango zou willen openmaken, dan ben ik open. Ik ben hier nooit zo goed in, hè. Als
je hem eruit gepakt hebt, mag je hem ook even opeten. Hij gaat met links mee. Hij probeert met links dat ding op te maken, maar het lukt niet. Hij doet het, ik denk het weg. Bent u al lang dan bij Wiesbol betrokken? Het afgelopen seizoen voor het eerst. Oké. Okay. Ja, ja. Hey Thomas. Ja. Hartstikke bedankt. Dit was hem. Oké. Okay. Ik laat je even weer terug naar mijn collega's. Yes. Thomas gaat vervolgens weer terug naar dit prachtige plekje. En hier gaan jullie aan hem vragen, nou, hè Thomas? Hoe ging het? Ja, inderdaad. Het overleeft. Inderdaad. Nou, dan gaat dit ook even, ja, ging wel goed en alles. Tenminste, dat hopen we dan. Maar hij weet niet dat er iets aan het eind helemaal fout gaat. En, hoe ging het? Ja, de bibliofobie, die ging goed. Ja? Ik moest dus ook linkshandig zijn. Ging dat goed? Je moet linkshandig schrijven, vriendin, hoe dan? Ja, dat is moeilijk. Linkshandig handtekening zetten, dat gaat niet. Dus ik heb het wel geprobeerd, het ziet er niet uit. Ja, hij heeft hier de foto ontdekt van dat Thomas de Mol is. En er staat onder, is dit de Mol van 2022? Hashtag gespot. Ik ga even luisteren en als ik denk dat je kan, dan moet je er gewoon heen gaan. Geef maar een seintje. Ja. We hebben net even kort overlegd. Nou ja, we kunnen natuurlijk nog niks toezeggen, maar ja, we zijn echt heel enthousiast over jou. Probeer me niet lekker te maken. Heb je zelf nog altijd zin in? Ja, natuurlijk. Gek. Ja. Ik heb er wel jaren van droom. Ja, succes. Hebben jij nog vragen die onze... Nee, is hij een mol? Wat? Ja, wat? Ja, heb je gepost? Ik heb niks gepost. What the fuck, jongens? Wat? Wat bedoel je? Ja, wat bedoel je? Ja. Er staat gewoon op Instagram dat hij de mol is. Jij staat erop, hè? Hier. Godverdomme, zeg. Het is gewoon een half jaar werk naar de kloten, hè? Ga je zomaar hierheen op de foto? Wat is dit, joh? Je weet wel dat dit jouw laatste dag is, hè? Godverdomme, zeg! Ik heb echt zin, ongelooflijk. Nee, bedankt, jongen. Het is je laatste kans natuurlijk, hè? Dat gaat niet meer gebeuren. Man. Ja, ga nog wel lekker zitten janken, zeg! Jezus! Hey, man. Fucking 6 maanden! Ik heb met de kloot erover werken hier. Nee, mevrouw gaat even lopen posten. Laat het gewoon even lekker doorgaan. Maar wat is er dan precies aan de hand? Wat is er nou precies aan de hand? Wat is er nou precies aan de hand? Dat is zo'n fanpagina waar iedereen allerlei... Ja, ga maar. Zo'n fanpagina waar iedereen alles op kan zien. Er staat nu op dat jij de mol bent. In één klote foto gewoon helemaal eruit. Het is gewoon even... Het zit hier, hè? Ja, snap ik. Ja, maar er zit ook niks meer op, hè? Man. Ik heb het idee hoe lang we hier al mee bezig zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Nee, ik snap het, maar er is... Het is niet alleen maar een paar interviewtjes afnemen en dan gaan we, hè? Nee, dat snap ik. Maar we moeten het gewoon rustig oplossen in plaats van schreeuwen en mensen wegsturen. Zo'n foto gaat er niet meer af. Gaat er lekker tegen. De likes die stromen over binnen, man. Man. Er is nog geen programma opgenomen. Ik zit niet in het programma. Ja, daarbij is al dat zal zo blijven. Dat komt nog geen programma als het zo doorgaat. Kom mee. Er zijn heus wel oplossingen voor dit soort dingen. Er is echt geen reden voor paniek. We zaten in de afrondende fase, we waren bijna compleet en dan wordt er godverdomme dit gedaan. Dit is gewoon klaar. Oplossingen, wat voor oplossingen? Ben jij de mol? Ben jij de mol? Ja. Echt? Is dit zo? Ik liep al helemaal hier zo te kijken, wat staat er voor rotzooi? Nee, joh. De een naar de andere man. Waar zit hij in? Iemand even! Even kaartenplans nu, hè? Ben je nog steeds bang voor boeken of is het niet zo? Ben ik linkshandig? Nog steeds? Nee, de auditie bestaat niet. Je bent ook niet uitgekozen voor deze mol. Ook niet. Helaas. Maar je zit wel in een prankserie van mij. Jezus, wat een kutverhaal dit. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.